vond het boek Schitterend gebrek van Arthur Chapin een ontzettend leuk boek. Het gaat over een meisje dat verliefd wordt op een jongen, maar dat kan eigenlijk niet omdat ze te jong is. En dat is dan haar schitterende gebrek. Later in het boek komen er nog meer manieren die haar schitterende gebrek dan zijn. En daardoor leert ze heel erg waarderen juist. En ik vond het een heel erg leuk boek, omdat het allemaal heel erg slim geschreven is. En hij komt ook steeds terug op dingen die eerder geschreven zijn. En daardoor kom je eigenlijk achter steeds meer dingen. Zoals dat ze later die jongen weer tegenkomt. Maar dat heb je eerst nog niet door dat hij het is. En zoveel zijn er heel veel dingen van in het boek. Het is heel makkelijk te lezen en elke keer wil ik steeds maar verder lezen. Dus je leest eigenlijk ook heel erg snel uit en het is ook niet zo heel dik.